betrouwbaar zijn onderzoeksuitkomsten? Ja. En ook een interessante vraag natuurlijk, ja, als je dat aan een wetenschapper vraagt. Nou, de wetenschap gaat natuurlijk, eerst heb je een plan, dus dat wordt bekeken door commissies. Je hebt het onderzoek gedaan, dan ga je het opschrijven. Dan wordt het altijd uitgestuurd naar mensen, specialisten in het veld, over de hele wereld. En die gaan commentaar geven. Dus die gaan zeggen wat er allemaal wel niet goed is aan hoe jij het hebt opgeschreven. En die kunnen ook zeggen, nou, we vinden dit of dat moet nog gedaan worden. Of dit, hè. Dus dat is een manier waarop die betrouwbaarheid waarop die omhoog gaat. Nou is de wetenschap natuurlijk wel zo dat niet iedereen hetzelfde denkt over hoe bepaalde dingen moeten. En er zijn altijd discussies. En dat is nou dus juist dat is juist de kracht van de wetenschap. De eeuwige discussies en de eeuwige doorvragen. Kan het toch niet zus of kan het niet zo zijn? Dus dat is soms een beetje moeilijk te begrijpen. Dat wij als onderzoekers ook niet altijd exact de waarheid meteen kunnen weten natuurlijk. Maar we proberen het wel zo goed mogelijk te doen. Dus eigenlijk zijn er in het proces van onderzoek doen, het aanvragen, het uitvoeren en het ook publiceren, allerlei stappen ingebouwd om ervoor te zorgen dat het zo betrouwbaar mogelijk is. Maar dat betekent niet dat alle studies die gedaan worden en de conclusies die worden getrokken altijd kloppen. Dat is weer niet zo. Precies. Nee. Onderzoeken variëren heel erg in kwaliteit. Ja. Dat is één. Ja. En dat is voor een leek, denk ik, heel lastig te beoordelen. Ja. Daarom is Next, denk ik, wel belangrijk, omdat je daar ook een duiding kunt geven aan de kwaliteit van het onderzoek. En dan is er een zogenaamde, dat woord heet bias, is er een voorkeur voor een beetje sexy, spannend onderzoek. En als het tot de verbeelding spreekt, komt het in een beter tijdschrift. Terwijl bijvoorbeeld een hele goede, degelijke, maar negatieve studie, hè, waarbij er geen spectaculaire vondst is gedaan, die wordt soms helemaal niet opgeschreven of in een bescheiden krantje weggezet, waardoor dat minder aandacht krijgt. Ja. Dus het is heel goed om kritisch te blijven. Onderzoekers zijn te goeder trouw, overgrote deel. Er zit altijd iemand bij die de kluit belazert, maar overgrote deel is te goeder trouw. Maar er zit veel variatie in kwaliteit. En daarom vind ik zo'n Parkinson Next site, waarin dat geduid wordt, heel belangrijk. Ja. Ja,